Keert Jorisma, opnieuw in de marathon. Alleen nu als pacer, hè? Ja, als haas voor Bjorn Koreman. Dus ik heb mijn best gedaan om zo ver mogelijk op gang te helpen. Maar het ging wel goed, het ging steeds meer versnellen. Maar ik was zelf gewoon helemaal op naar een uur. Dus iets minder ver dan dat. Ik wil eigenlijk tot in ieder geval halverwege of tot 25 kilometer doorgaan. Maar dat is helaas niet gelukt. Maar ik hoop, hij ligt nog goed op schema, hoorde ik net. Dus ik hoop dat hij het wel goed af kan maken. Ja, hij debuteert. Jij hebt dit jaar ook al een marathon gelopen in Enschede. Hoe is het daarna met jou gegaan? Ja, heel goed. Vooral in de zomer op baan zoen gefocust om wat sneller weer te worden. Daar een stap gemaakt. Mooi snelle 10 gelopen. En ja, vorige week in de Singelo Breda. Een PR van een minuut op de halve marathon. Dus dat gaat heel erg goed. Zeker. Is het doel nu verder je te ontwikkelen in die marathon volgend jaar? Wil je volgend jaar opnieuw een marathon gaan lopen? Ja, zeker. In het voorjaar wil ik echt voor een goede tijd gaan. Dat is mijn doel. Dus dit was een mooie ervaring om in ieder geval weer zo'n marathon wat ervaren te oefenen met drinken en Bjorn op gang te helpen. Ja, dat dus vandaag. Vandaag. Mooie stap gemaakt. Hoe belangrijk is dat? Dat je die onderliggende afstanden, dat je die goed blijft onderhouden, zeg maar. Ja, je kunt natuurlijk denken aan heel veel lange duurlopen, maar ja, we merken aan jou dat je die baanwedstrijd ook nog meepakt en de halve marathon verbetert. Hoe belangrijk is dat? Ja, wel erg belangrijk. Het is aan de ene kant belangrijk om die snelheid te ontwikkelen. Eigenlijk dat je de marathon van twee kanten verbetert. Dus de duur maak je beter, maar ook de snelheid. Dus van beide kanten maak je beter en dan wordt die marathon ook beter. Dat is het doel. Pacen, we hebben het zo net ook even stand gevraagd. Ja, dat is nog wel een dingetje, hè? Zo makkelijk is dat niet. Nee, zeker. Kijk, het tempo. Toen ik eerst voor Bjorn zou hazen, was het doel om 2:19 ongeveer weg te gaan. Ja, dat was natuurlijk een ander verhaal. Nu werd het 2:17. Dus het werd steeds harder. Dus ja, dat is een tempo waar ik op zelf ook niet meer zo heel comfortabel hier op loop. Dus in die periode 3:13, 3:14 per kilometer. Dus ja, dat was zeker pittig. Jij loopt op kop natuurlijk, hè? In plaats van achter in een groepje bijvoorbeeld. Dus dat maakt het wel goede uitdaging, dat zeker. Is dit voor jou een ervaring dat je denkt van daar heb ik ook wat aan in de marathon? Ja, zeker. Je leert toch op het hoge tempo ontspannen te lopen. Je leert het tempo lopen, lang achter elkaar op een hoog tempo lopen. Dus voor mij is het een hele goede trainingsprikkel geweest en een goede ervaring. En het is ook leuk om op die manier Bjorn te helpen natuurlijk. Dat was het doel vandaag vooral. We hebben gisteren naar iets unieks gekeken, hè, in Wenen. We zagen een scherm van hazen ervoor. Maar zo gaat in een wedstrijd is het natuurlijk toch wel even anders, hè, met de hazengroep. Ja, zeker. En daar hebben ze natuurlijk hazen die instappen en uitstappen en steeds afwisselen. Ja, een bizar tempo natuurlijk. En vandaag kun je dat niet doen. Je moet in één keer door natuurlijk. Dus dat is ook wel ander werk. Ja, dat is mooi om te zien gisteren natuurlijk. Ja, heb je ervan genoten? Vond je het mooi? Ja, zeker. Heel mooi. Het is wel bijzonder dat het nu gelukt is, ja. Ik hoop dat het uiteindelijk ook kan lukken in een echte marathon natuurlijk. Zonder hazen die uitstappen en officiële manier. Ja, ik denk ook zeker dat hij dat kan. Jouw ambities liggen die voornamelijk in de marathon? Je zegt nou, dat is het ultieme doel. Ja, kijk, ik ben nog jong, dus ik wil alle afstanden constant blijven verbeteren. Dus 5 kilometer tot in de marathon. Steeds mooie stappen blijven maken. Maar uiteindelijk is ik weet nu wel zeker dat ik een marathonloper ben. En dat het eigenlijk moet gebeuren. Hoe weet je dat? Waarom weet je dat zo zeker? Ja, in training. Ik merk in progressieve duurlopen dat ik steeds harder ga lopen. En dat ik daar kan ik echt met snelle atleten mee. En als we de baan op gaan en korte tempos doen, dan is dat echt niet, lukt dat me echt niet. Als je eens moet samenvatten, Geert, voor jou, de marathon. Wat is de marathon voor jou? Poeh, een goede uitdaging. Iets waar ik nog veel voor moet leren om dat echt goed te doen. Maar ook erg leuk. Je loopt toch ontspannen in de wedstrijd tot ver in de wedstrijd. Is het voor jou de mooiste afstand? Ja, zeker wel. Zeker. Tot nu toe in ieder geval wel. Ambities? Je ligt in de marathon. Hoe ga je dit seizoen verder doen? Nou, eerst op de cross ga ik focussen. Dus nu vorige week was mijn doel de halve marathon van Breda. En nu nog vandaag voor Bjornhazen. En nu gaat de focus van de wegwedstrijden af. Ja, over 2 weken loop ik nog de C-mijlenloop in Delfzijl. Daar ga ik nog lopen, maar verder de focus ligt echt op het crossen. Om daar weer stappen te gaan maken. En in het voorjaar weer richting een marathon. Heb je al een idee welke marathon? Ga je opnieuw naar Enschede? Nog niet. Ja, misschien opnieuw Enschede, misschien een andere. Dat zijn we nog aan het uitzoeken. Nou, goed je gesproken te hebben. Mooi om te horen dat je zegt van nou, die marathon, dat is voor mij echt een beetje een droom. Dat is een droomafstand, dat is een ultieme afstand. En daar kan ik helemaal mijn ambities in kwijt. Ja, zeker. Ik kan, dat is genoeg. Daar vermaak ik me de komende jaren wel mee, ja. Dat zeker. Geert, dankjewel. Hey, dankjewel voor het interview.